Hallo en welkom bij keukenloods.nl. De kokend waterkranen van Cooker. Veel mensen kennen ze inmiddels wel, maar welk kookreservoir heb je precies nodig en wat zijn de verschillen? In deze video ga ik je daar meer over vertellen. Om te beginnen zorgt een cooker voor direct kokend water. Vers leidingwater stroomt de cookerboiler in, wordt daar gezuiverd en verhit tot 110 graden. De boilers maken gebruik van vacuümisolatie, waardoor het toestel slechts 10 watt nodig heeft om het water op temperatuur te houden. En dat komt neer op maar 5 eurocent per dag. Omdat een warmwatervoorziening in elke keuken anders is, zijn er 3 verschillende cookerboilers op de markt. Zo heb je de Cooker Pro 3, de Cooker Combi en de Cooker Combi Plus. De Pro 3 levert alleen kokend water en heeft de inhoud van 3 liter. De Cooker Pro 3 wordt enkel op de koudwaterleiding aangesloten en dit reservoir heb je nodig wanneer je niet lang hoeft te wachten op warm water wat gewoon naar de cv-ketel komt. Heb je al een boiler, dan is het aan te raden om de Cooker Combi variant te nemen. De Combi heeft een reservoir van 7 liter en levert naast kokend water ook tot 27 liter direct warm water. De Combi heb je nodig wanneer je alleen een koudwaterleiding hebt lopen en wordt dus enkel op de koudwaterleiding aangesloten. De Combi Plus levert naast kokend water ook direct een onbeperkte hoeveelheid warm water. Maar let op, de Combi Plus wordt op de koud- en warmwaterleiding aangesloten. Wanneer je warm water uit de Combi Plus stapt, wordt het warme water uit het reservoir gebruikt, totdat het water uit de cv-ketel op temperatuur is. En dan wordt uitsluitend het warme water uit de cv-ketel gebruikt. De reservoirs zijn allemaal geschikt voor zowel een aparte kokend waterkraan als een alles-in-één kraan die ook kokend water tapt. Tot slot dient er natuurlijk wel een stroomaansluiting te zitten en controleer ook eventjes of er nog genoeg ruimte in het keukenkastje over is. Mocht je nog vragen hebben over de cookers, bel dan gerust naar 0226 355 340 of kijk op keukenloods.nl.